klinkt ook een beetje beeldvorming boven mensen. Nee, ik denk dat het nooit beeldvorming boven mensen is. Ik denk wel dat op een gegeven moment het gemeentebestuur van Westerwolde heeft gezegd... je hebt de mensen die bij het aanmeldcentrum zijn... en je hebt de mensen die in onze gemeente wonen. En ja, als ik wethouder of burgemeester was geweest... had ik wellicht andere keuzes gemaakt. Maar ik zie wel dat de gemeente Westerwolde wel de klappen opving... omdat we het in Nederland met elkaar niet goed geregeld hadden. Wat had u anders gedaan dan? Ja, dat weet ik niet, want dan, ik gaf natuurlijk zelf de aanleiding om dat te zeggen. Wat ik gewoon constateer, is dat we dit beeld, zoals hier is ontstaan... en met name dus de tekort aan plekken, dat moet je niet de gemeente Westerwolde verwijten. In de zomer zaten er binnen op een gegeven moment ook 2700 mensen... terwijl er 2000 mochten zitten. We hadden gewoon te weinig plekken in Nederland. Ja, beeldvorming speelt dus wel een degelijke rol. Nou ja, dat heeft u gelezen in het inspectierapport... Dat dus in de communicatie tussen gemeente, veiligheidsregio en inspectie heeft gespeeld. Ik ben vooral bezig geweest om ervoor te zorgen dat we dit niet hadden... of zo min mogelijk of zo kort mogelijk hadden. Slotvraag op dit punt. Had u die spreidingswet van nu er doorheen gekregen... als daar tenten waren gekomen in Ter Apel? Ik denk dat dat echt volledig los van elkaar staat. Nee. Ja, nee, u vraagt mijn mening, dus dan krijgt u hem ook van mij. Ja. Ik denk dat dat volledig los van elkaar staat. Ja. Omdat ook op het moment dat we dit niet hadden gehad... hadden we nog steeds honderden of duizenden plekken tekort gehad. Maar waar het vooral om gaat bij die spreidingswet... het is gewoon niet eerlijk op het moment dat we als Nederlandse samenleving zeggen... Dit is de groep mensen die we moeten opvangen, los van de grootte. Want daar kun je over verschillen. Maar we laten een beperkt aantal gemeentes laten we het opvang regelen. Dan moet je het ook netjes spreiden over het land. En daar gaat die spreidingswet over. Nou,